Arnhem is op zoek naar een nieuwe sportburgemeester. Kandidaten mogen hun zegje doen bij RTV Arnhem en een van hen is Judith Bosker. Zij legt uit waarom juist zij de geschikte kandidaat is. Ik wil sportburgemeester worden omdat ik denk dat alle Arnhemmers wel iets met sport kunnen doen of daaruit kunnen halen. Dus niet per se alleen bewegen of sport beoefenen, maar ook organiseren of persoonlijke ontwikkeling. En daarom, daar wil ik heel graag aan bijdragen. Ja, en wat maakt jou anders dan de andere kandidaten om sportburgemeester te worden? Ja, ik denk dus die focus. Dus niet alleen maar focus op mensen die al sporten. Of alleen de focus op mensen die hun bepaalde beperking hebben waardoor ze iets niet kunnen. Maar juist de focus op iedereen. Dus alle Arnhemmers. En dus de focus op zorgen dat alle Arnhemmers iets met sport gaan doen. Wat dat dan ook is. Ja, en heb je hier een achtergrond in sport dat jou mee helpt met als burgemeester zijnde? Zeker. Ik heb jarenlang atletiek gedaan op hoog niveau. Vorig jaar heb ik ervoor gekozen om daar een klein stapje in terug te doen, omdat ik heel veel blessures gehad heb. Dus ik heb heel veel wedstrijden op internationaal niveau gedaan, bijna de Olympische Spelen gehaald. Maar daarnaast ben ik dus ook bekend in de breedte sport, omdat ik daarna bij een vereniging ben gaan sporten. Zelf geef ik bootcamp trainingen, dus ook andere mensen probeer ik enthousiast te maken om te gaan bewegen en jezelf uit te dagen. Naast atletiek, dus echt op de atletiekbaan zijn, doe ik ook nog crossfit. Bij sommige mensen misschien ook wel bekend, want dat is een beetje een combi van krachttraining, uithouding en turnen. En dat heb ik vroeger ook gedaan, dus dat is heel leuk. Ja, en waar kunnen mensen nou op je stemmen? Mensen kunnen stemmen op www.sportburgemeester.nl/stemmen en dan nog een slash, volgens mij. Dus ga allemaal stemmen en iedereen met een e-mailadres kan stemmen. Dus ik hoop dat jullie dat ook allemaal doen.